Ik doe hier een koffieproeverij, of dat vertellen we de mensen, maar eigenlijk is het een muziekproeverij. Mensen krijgen twee keer dezelfde koffie en ik vertel ze dat het een andere koffie is en ze moeten daarbij de smaak opschrijven die ze proeven. En ze krijgen daarbij steeds een ander muziekstuk te horen. En aan het eind vertel ik ze dat het dezelfde koffie was, maar mensen hebben het toch vaak ervaren als een andere koffie en dat komt door de muziek. Halverwege het tweede kopje had ik het ook al door. Ik dacht, ja, dat proeft gewoon hetzelfde. Maar het voelt anders. Nee, ik denk niet dat je gefopt bent. Ik denk dat je dat gewoon ook jouw indruk is. Het is je gevoel wat ook meespeelt bij het proeven. Vandaag heb ik een workshop hier gegeven met mensen die zomaar konden binnenlopen. En het was heel bijzonder om met een model te werken die muziek maakt. Voor heel veel mensen was het heel inspirerend. Ik heb verschillende mensen gevraagd en eigenlijk iedereen had zijn eigen verhaal. Sommige mensen tekenen heel vaak en vonden het gewoon leuk om dit te doen. Andere mensen hebben 30 jaar niet getekend en ja, er kwam echt wel iets los.